Um, wat voor mij heel erg belangrijk is, en ik denk ook voor de kijkers, waar liggen de grootste uitdagingen voor een docent? Um, Anno 2020. Ja, ik denk, ik denk dat het heel erg te maken heeft met je karakter. Dus, dus in die zin, dus voor de ene, voor de ene docent is dat uh, onzeker zijn, hè? voor de groep durven staan. Uh, voor de ene docent is dat. Uh, uh, bij wijze van het vak niet goed genoeg kunnen beheersen. of het idee hebben dat je boven de stof staat. Maar ik denk één, één ding wat wel vaak boven water komt bij heel veel docenten. is. Uh, zeker als je les geeft op het voortgezet onderwijs. MBO, uh, noem maar op, beetje die, uh, die leeftijdscategorie. Uh, is consistent zijn. Ja. Dus, dus op het moment dat jij uh, tegen een leerling zegt. ik zeg maar wat, op het moment dat het rumoerig is. Ja. dat je zegt van. Uh, nou nog één keer en uh, weet ik veel. dan uh, mag je op de gang. of uh, verwijder ik je uit mijn les. of. Ik wil strafwerk, dat doe je zeker bij kleinere leeftijd, niet ja. op MBO-bewijs, maar, maar even om een idee te geven. En, en je zegt dat en je doet het niet, ja. dan denkt zo'n leerling op en dat doe je bij wijze van 20 keer, 30 keer, dat je dat elke keer blijft zeggen, maar je, je bindt er geen consequentie aan vast, ja. dan denkt zo'n leerling, ja, oh, die meneer Karas dan, die praat maar, maar hij gaat me de recht nooit uitsturen. En op een gegeven moment zien andere leerlingen dat en dan krijg je chaos. Ja. Maar consistentie ook in de zin van als je tegen leerlingen zegt, hé, hey, uh, vandaag toets gemaakt, volgende week kijk ik het na. Of uh, uh, Dat is een goede vraag, man. Dat weet ik niet. Daar kom ik morgen op terug. Uh -huh. Dat je er morgen op terugkomt. Terug. Dus eigenlijk draait het vooral ook om vertrouwen. Dus dat je dingen, wat je zegt, dat je dat waar maakt. Uh -huh. uh, wat ik ook een hele islamitische principe vind, bij wijze van, maar vanuit pedagogisch aspect zou je ook kunnen zeggen. Uh -huh. uh, dus consistent zijn. Uh, uh, vertrouwen winnen van leerlingen. Uh -huh. uh, en ik denk dat daarin, uh, denk ik, ook nog een grote uitdaging is authentiek zijn. Dus okay. dat je niet... Want je krijgt denk ik als jong jonge docent dingen mee als... ja, je moet streng beginnen. Dat ik denk van ja, maar ik, ik ben geen strenge persoon. Nee. Ik heb uh, nooit orde problemen gehad, vooralsnog. Uh, <laughs> maar, Wacht maar totdat je kinderen... Uh, hebt, nee, ja, yeah, nou, met mijn kinderen, <laughs> daar heb ik geen regie over. Die, ja. da daar, daar zou ik nooit les aan kunnen geven. Die nee. maken mij kapot thuis. Maar uh, als het gaat om leerlingen... Uh, de manier waarop ik regie kreeg in mijn klas was juist door heel veel interesse in ze te tonen, door, heel veel, door een band met ze op te bouwen. Dat is mijn manier. Maar dat past bij mij, dat is authentiek aan mij. Mm. Maar um, anderen uit mijn omgeving, die konden hele strenge docenten zijn, waren net zo goed geliefd, mm. maar dat past weer bij hun. Dus ik zeg altijd: doe voor de klas wat bij jou past. Maar wat je ook doet, wees daarin consistent, consistent wees ja. consequent uh, en zorg dat, dat, dat leerlingen je stijl waarderen. En... Ook een heel belangrijk iets is dat je uh, qua stofbeheersing wel echte stofbeheers. Dus dat je in ieder geval daarmee respect afdwingt: van oh, deze gast weet waar hij het over heeft, wat interessant. En dat je niet bij wijze van letterlijk leest wat in het boek staat, maar dat je context kan bieden, dat je verhalen en voorbeelden kunt vertalen naar hun beleveringswereld. En dan, dan, hebben, dan hebben leerlingen vaak zoiets van: oh, deze gast neemt me echt mee naar plekken waar. Ja. bij wijze van andere volwassenen, zeker als ze wat jonger zijn, maar niet hebben meegenomen. Okay. En zo dwing je een bepaalde relatie. Uh, 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 ja, je bouwt een bepaalde relatie met ze op. En die spanningsveld, die, dat vond ik het leukste aan het lesgeven. Zeg maar, die contact met leerlingen. En, en soms letterlijk zien we iemand van, bij wijze van uh, laag zelfvertrouwen, whatever... Na nou, binnen een jaar ging richting... Uh, meneer, ik wil dit organiseren, ik wil wow. dat doen, ik wil... En dan denk je van, oh, je kan dus echt het verschil ja. maken. Zeker op jonge leeftijd bij, bij mensen als het gaat over wereldbeeld... als het gaat over zelfvertrouwen en dat soort dingen. Dus in die zin vind ik nog altijd het lesgeven een hele... Uh, um, ja, een hele uh, eervolle, eervolle mooie, mooie beroep. Ja, want uh, dan ben je eigenlijk, uh, je staat aan het begin van iets wat aan het groeien is. En ja, je draagt ja. je steentje bij. Je aan draagt de je steentje van bij. Je een individu, denk ik. Ja, je draagt je steentje bij, maar ook gewoon um, nog niet wetende aan wat, ja. zeg maar. Dus je ziet wel iemand ontwikkelen, maar je weet niet of die dan dadelijk weet, van directeur wordt bij de bank, ja. of het een schoonmaker wordt, of ja. het een. Maar op welke manier dan ook. Je hebt wel het idee. En daarin vertaalde ik dat, zeg maar, heel erg van dat je, zeker in een les als je bepaalde dingen, maar dat je ook bouwt een soort van aglak van een, van een, van een, een jongere. Ja. Wel of niet moslim, whatever. Maar gewoon vanuit ja. het idee van, weet je, de wereld is, het draait niet alleen om jou. Uh, wat is jouw verantwoordelijkheid? Wat wil je meegeven? Wat, wat, hoe wil jij ervoor zorgen dat wat je ook doet, dat je daarin een van de betere bent? Okay. Dat mensen je als voorbeeld nemen. Ja, en dat doe je dan binnen jouw eigen regels en kaders, wat voor jou bewijs van halal of haram is, of je nou wel of niet gelovig ja. bent. Ja. Maar uh, dat je jongeren er wel daar bewust van maakt. Weet je, ook op social media. Oké, okay, je kan alleen selfies posten, je kan een uh, duckface doen, whatever. Mm -hmm. <laughs> maar uh, ik weet niet trouwens of dat nog steeds een ding is. Maar uh, in mijn tijd Think was het dat niet. een ding. Uh, maar het is minder, uh, een, uh, minder een ding, nu merk ik. Nu zijn het andere. Wat als nu hoeven, hoeven veel het ook niet te doen, omdat ze uh, toch al ingespoten lip hebben. Dan heb je geen uh, duckface meer nodig. Trends die uh, veranderen om de minuut uh, dus, te Dus worden. je hebt allerlei trends, maar dan zeg ik ook wel eens vaak dat ze gewoon die, die leuke discussies of gewoon ja. de spanning. Dan zeg ik: Oké, okay, dat is één ding, weet je wel. Ja. Ook prima, moet je allemaal doen als dat je ding is. Maar hoe gebruik je een platform die je hebt. Om ook eventueel van betekenis te kunnen zijn voor thema's die toch wat zwaarder zijn. Ja. Of misschien waar je een rol van betekenis kunt spelen. Of ja, straks heb je misschien 10.000 followers. Ja, wat betekent dat wat dan? Betekent hoe, dat? Ja. Hoe, hoe neem je ze mee? Ja. Um, en, en ja, ik had natuurlijk niet alleen met moslimkinderen te maken. maar met kinderen van allerlei achtergronden. Maar de vraag was eigenlijk hetzelfde: van, wat doe je met tot op bepaalde hoogte de macht. of de invloed die je hebt? Hoe ga je daar verantwoord mee om? Ja. En, en ja, dat is mooi om te zien dat anderen dat uh, heel erg, zeg maar. Vanuit een intrinsieke motivatie oppakt. Van oké, okay, dat is een goede vraag. Ik ga even nadenken. En bij sommigen zag je dat. En bij sommigen iets subtieler. En nou, iedereen doet dat op zijn eigen manier. En, en op die manier probeer je, ja, hoe, hoe zweverig het ook klinkt, maar ja, een soort van mooiere mensen af te leveren of zo aan ja, de maatschappij. En, ja. en als je daar een kleine rol van betekenis in kan spelen, dan is dat heel mooi.